De bloemen waren voor de jubilarissen onder het stewardkorps. Jo het Lam staat al 40 jaar in het Philipsstadion. En de langste tijd bij het spelershome. Dat is al een hele tijd geleden, ja. Maar ik weet het nog wel. Want toen was het nog het oude stadion. En vanuit het oude stadion stond ik al heel dicht bij het spelershome. En van daaruit ben ik doorgeschoven naar het spelershome toe. Want toen ging er iemand weg. En toen ben ik daar bijgekomen als de man, de bewaking aan de spelershome. Eigenlijk de belangrijkste plek in het stadion. Ja, dat zeggen ze. Voelt het ook zo? Ja, dat voelt wel zo, want je neemt ook het initiatief, laat maar zeggen, daar naar iedereen toe. Want het zijn belangrijke, ja, belangrijk. Het zijn wel belangrijke mensen, denk ik, hè, spelers. Ja, die moeten het uiteindelijk doen, hè? Ja, en dat niet alleen, maar je doet dus ook alles regelen voor de dames dus, hè. En voor de kinderen en voor de vaders, de moeders en noem maar op. Als je daar iets voor kunt doen, dan doe je dat. En dat hoort ook allemaal bij die functie. En hij zag daar alle grote namen voorbij komen. Romario uiteraard, Ronaldo. En zo kan Jo het Lam nog wel even doorgaan. Hans Verbreukelen niet vergeten. En Barry van Aarle. En ik heb er nog een hele hoop. En die ik eigenlijk niet mag vergeten. Wim Kieft niet te vergeten. Want er zijn allemaal jongens, laat maar zeggen, waar ik heel veel contacten mee heb. Nu nog. En dat is toch wel heel fijn. Dat je dus nog steeds terug kunt kijken op die mensen. En op een avond als deze zijn er bloemen. Dat is niet meer dan terecht. Ook niet meer dan terecht dat die voor je partner zijn? Ja. Die bloemen. Het is de hobby die er is. Ja, die is het ook. Hè. Het is een hele mooie hobby natuurlijk. Je staat overal met je neus voorop, zo zal ik het zeggen. Ook met kampioenschap. Hoor je er helemaal bij. En dat zijn toch wel hele leuke dingen. He, en je wordt erbij door de club eigenlijk bij betrokken. Ook door de trainers, door iedereen eigenlijk van de club. En dat is toch wel heel leuk.